Welkom, ik ben Ruben Begonjen van de firma Kaap en dit is de eerste tutorial van het pakket Molen in Ordered. In deze tutorial gaan we de basis maken. Om dit te doen starten we een nieuw ISO-part. Wat opvalt is dat we in een omgeving komen waarbij de achtergrond wit is en een aantal instellingen zijn wat mogelijk anders kan zijn bij standaardgebruikers. Mocht het anders uitzien als bij jou, kijk dan even terug naar de videotutorial voor het instellen van de standaardopties in het lesmateriaal. Wanneer het overeenkomt, kunnen we verder gaan met de tutorial en klikken we met de rechtermuisknop op de balk Singulus en kiezen voor Transition to Ordered. We zitten nu in de Ordered omgeving. Bij dit onderdeel beginnen we met de feature, oftewel bewerking, Extrude. Vervolgens selecteren we het vlak waar we op willen gaan tekenen en dat is bij ons het XY vlak. Zoals te zien is draait het vlak naar ons toe en kunnen we onze 2D bewerking gaan kiezen waarmee we het profiel willen gaan tekenen. In ons geval kiezen we voor een polygon by center. En deze polygon gaan we eerst plaatsen waar het center hiervan mag komen. Het center plaatsen op de origin. Let hierbij op het kleine icoontje dat naast de cursor verschijnt. En wanneer die aanwezig is, kan je klikken met de linkermuisknop. En vervolgens kunnen we de polygon gaan neerzetten. Zoals we zien is er een stippellijn. Zorg dat die op de y-as komt, zodat die verticaal staat. En vervolgens kunnen we hier nog een maat aan gaan toevoegen. Hiervoor klikken we op de functie Smart Dimension. Klik op de bovenste horizontale lijn, de onderste horizontale lijn en klik om de maat neer te zetten. Deze maat mag 120 mm worden. Wat opvalt is dat onze polygon niet meer recht staat. Dit komt omdat hij niet full defined is. Hij heeft dus niet alle kenmerken en plekken in omgeving. Dit is ook verder terug te zien in dat het blauw is. Hoe we dit gaan oplossen is door het aanbrengen van een relatie. De relatie die wij hiervoor gebruiken is de horizontal vertical relatie. Door te klikken op de bovenste horizontale lijn wordt deze automatisch horizontaal gezet en wat te zien is dat deze ook nu zwart wordt, het profiel. Het houdt dus in dat het profiel nu volledig gedefinieerd is. Wanneer dat gedaan is, kan er geklikt worden op Close Sketch en gaan we terug naar de 3D-omgeving. Nu kunnen we van dit profiel een 3D-geometrie gaan maken. Zoals te zien is, wordt hij hier symmetrisch geëxtrudeerd. Mocht het bij jou anders zijn, dat het asymmetrisch wordt geëxtrudeerd, zoals hier wordt weergegeven, klik dan in de Quick Bar op Symmetric Extend. De distance mag 70 mm worden. En door te drukken op Enter kunnen we de bewerking afsluiten met Finish. De naam hoeft verder niet veranderd te worden. De tweede bewerking wat we gaan uitvoeren op dit stuk geometrie is een zogenaamde cut. We gaan een gat maken in de geometrie. Hiervoor selecteren we eerst op welk vlak we dit willen gaan doen. Hiervoor gebruiken we het bovenste vlak. Vervolgens kunnen we weer een functie aangeven waarmee we het 2D profiel willen tekenen. In dit geval een cirkel bij center point. Geef aan dat de center weer op de origin moet liggen. En we kunnen vervolgens het profiel neerzetten door te klikken. Met de functie Smart Dimension gaan we hier weer een maat aan hangen. We mogen een diameter krijgen van 4 mm. En door te klikken op Close Sketch gaan we weer terug naar de 3D omgeving. Vervolgens kunnen we aangeven hoe diep dit moet worden. De distance mag 16 mm worden. Door op Enter te klikken kunnen we vervolgens aangeven naar welke zijde die moet gaan. Vanzelfsprekend kan de cut alleen het materiaal in. Dus we zorgen dat die ook het materiaal ingaat en klikken om dit te bevestigen.
Door op finish te klikken sluit de bewerking weer af. Wat we nu gaan doen is het toevoegen van een materiaaleigenschap. De geometrie is namelijk klaar. Hiervoor gaan we naar de Application button, gaan naar Tabblad Properties en kiezen voor Material Table. Uit de materialenlijst selecteren we eikenhout. Wanneer we deze geselecteerd hebben, kunnen we op Apply to Model klikken om deze eigenschappen aan de geometrie te hangen. Zoals te zien is de kleur anders dan dat we eigenlijk willen hebben. Om dit te wijzigen gaan we naar Tabblad View en kiezen voor Styles. Door middel van de Styles gaan we een nieuw soort verflaag aanbrengen. Hiervoor moeten we zorgen dat we bij de Face Styles geselecteerd hebben en klikken op Nieuw. De naam mag baksteen worden. En er mag based on no style. Vervolgens bij het tabblad texture gaan we selecteren wat voor afbeeldingen we willen gaan gebruiken. Door te klikken op browse kunnen we naar de locatie waar de afbeelding staat. Van internet kan gewoon een afbeelding worden gezocht waarbij een dergelijke baksteenprofiel wordt weergegeven. Wanneer een goede afbeelding is gevonden, kunnen we hem dus openen hiermee. En krijgen we vervolgens van Solid Edge een melding dat de textures nog niet worden weergegeven. Omdat er in de View Style de textures nu uitstaan. Nou, deze gaan we dus zo meteen nog aanzetten. We klikken eerst op OK om deze te accepteren. Vervolgens klikken we op Apply. OK en op Apply. Nu gaan we bij die View Overrides de textures aanzetten. Dus bij het tabblad Rendering kunnen we het vakje Textures aanvinken. Door te klikken op OK worden deze eigenschappen toegepast. Vervolgens klikken we op de Part Painter. En wat we nu zien is dat bij die styles een zogenaamde baksteenstijl bij is gekomen. De selectie mag op Any staan. En wanneer we nu op de geometrie klikken, is te zien dat deze de baksteenstijl krijgt. Dit is dus de kleur wat we willen. Vervolgens klikken we op Close en kunnen we het onderdeel gaan opslaan. Hiervoor klikken we op Save en er verschijnt vervolgens een zogenaamde Property Files. Verschijnen deze niet bij jou? Kijk dan even terug naar de videotutorial voor het instellen van de standaard opties voor het lesmateriaal. Wanneer deze aanwezig zijn, gaan we naar het tabblad Summary en bij titel vullen we in Basis. De naam van het bedrijf of school kan worden ingevuld en bij het tabblad Project vullen we het documentnummer in. In dit geval is dat 1001. De revisie is A en de projectnaam is Molen. Door te klikken op OK kunnen we dit bestand gaan opslaan. Maak op je computer een mapje aan met Molen, waar alle onderdelen in opgeslagen kunnen worden. Wanneer we vervolgens in dit mapje zijn, kunnen we het bestand gaan opslaan en dat doen we onder de naam Molen 1001. Basis A. En door te klikken op Save wordt het bestand opgeslagen. Het venster kan nu worden gesloten. De eerste tutorial van het pakket Molen in Ordered is nu klaar.